het is helemaal niet moeilijk om zelf een up-to-date look te creëren. Ik laat me maar al te graag inspireren door het internet en de verschillende catwalks om zelf aan de slag te gaan. En daarom krijg je vanaf nu op belmoro.tv mijn do-it-yourself rubriek. Het enige wat je nodig hebt is een klein beetje tijd, wat Veritas goodies en een klein beetje inspiratie. De embellished ballerina was echt overal aanwezig. Je zag ze onder andere bij Miu Miu op de catwalk. En dat zorgt uiteraard voor heel wat do-it-yourself interpretaties. De ballerina is dus met andere woorden ideaal om onder handen te nemen. And that is what I will do. Step 1 is je ballerina afvlakken, want we gaan er een goudkleurtje op spuiten op die tippen. Dus vandaar moet je zorgen dat gewoon dit helemaal afgeschermd is. En ja, dat kan je natuurlijk uiteraard best buiten doen. Daarom heb ik er al eentje voorbereid. En na verschillende lagen is dit dus het resultaat. Voilà, de ballerina heeft een gouden tip. Nu heb ik een klein beetje last van mijn tape. Maar dat gaan we straks oplossen, dat ga je helemaal niet meer zien. De bedoeling is dat je je ballerina versiert zoals je zelf wilt. En gewoon bij Veritas heb je ook wel van die shoe clips. Die zorgen voor instant glamour en die kan je gewoon hierop klippen. En dan heb je al in feite een heel toffe ballerina, maar ik wil het weer al een klein beetje anders. Dus ik ga gewoon zelf aan de slag. Rijg ik een aantal kraaltjes op een soort visdraad, omdat het iets makkelijker is om dan aan te brengen op de ballerina. En dan blijft het ook wel steviger. En als finishing touch ga ik er nog een strikje op plakken. Belangrijk is wel als je zo een lint gebruikt, dat je het even de uiteindes een klein beetje afbrandt, zodat het niet verder rafelt. Embellished ballerinas, pretty ballerinas en wees er zeker van, your feet will look gorgeous in them.